De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft waardering uitgesproken voor de wijze waarop China de uitbraak van het coronavirus heeft aangepakt. De Surinaamse regering maakt bekend dat tot op heden er geen besmettingen van het virus in Suriname zijn bevestigd. Echter blijven de Surinaamse gezondheidsautoriteiten uiterst alert. Op advies van het ministerie van Volksgezondheid is nu de volgende maatregel van kracht. Niet ingezetenen die de afgelopen 14 dagen in China zijn geweest, zullen niet worden toegelaten in Suriname. Ingezetenen die op terugreis zijn van de risicogebieden zoals China, zullen na aankomst 14 dagen in quarantaine worden geplaatst. Het reizigerspubliek wordt uitdrukkelijk geadviseerd niet af te reizen naar de risicogebieden en de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.